Hoe heb jij het afgelopen seizoen beleefd? Poeh, dan ga ik even terug naar eind vorig seizoen. Waar we uiteindelijk qua sportieve resultaten een teleurstellend seizoen hadden. En waar we, wat een voordeel daarvan was, is dat we redelijk snel klaar waren. We hadden geen play-offs. We konden heel snel het team samenstellen. En we hadden ook voor de grasopbegrippen zeker heel snel het team klaar. Nou, dus hebben we het seizoen ingegaan met een team waarvan we met z'n allen de verwachting hadden uitgesproken dat we bij de eerste vijf zouden spelen. Dan gaan we het seizoen in met wisselvallige resultaten. Met name rond de winterstop hebben we een terugval. En met het einde een enorme eindsprint. Waardoor we de play-offs in ieder geval al redelijk snel veilig stelden. Maar ook nog de doelstelling haalden om de eerste vijf te spelen zonder eerste ronde play-offs. Nou ja, terugkijkend ga je dan de play-offs in met het idee van, nou ja, daar moeten we ook resultaat boeken. Nou, dat uiteindelijk uitgekomen is natuurlijk terugkijkend een fantastisch jaar geweest. Waar ben je van geschrokken? Geschrokken eigenlijk niet. We wisten dat we een team hadden wat goed kon voetballen. Waar ik van ben geschrokken, als je dat mij vraagt, dan zeg ik van de hoogtepunten en de dieptepunten. Als je ziet hoe wij het bij Ajax uitgespeeld hebben, Fortuna thuis gespeeld hebben, NEC uitgespeeld hebben. Maar ook heel simpelweg veel wedstrijden weggegeven hebben in de laatste minuten. Rond die winterstop, ik geloof 4 keer met 3-2 verloren. Dat waren wel momenten dat ik dacht van, het zit in deze ploeg, maar het komt er niet altijd uit. Nou, dat waren de meest negatieve dingen van afgelopen seizoen. Waar was je positief door verrast? We hadden de selectie redelijk snel samengesteld. Waarvan het idee hebben, we moeten de beste spelers uit de Super League bij ons halen. Dat is, als we in de Super League spelen, moeten wij die spelers bij ons hebben. Nou, dat hadden we gedaan met een Tutuarima, met een Sararens. Je kent alle spelers. En dan hoop je dat samenvalt. En ik moet zeggen dat het team dat zo snel bij elkaar kwam en eigenlijk het hele jaar door bij elkaar geweest is zonder problemen. En ook de wisselspelers die niet uit de boot zijn gevallen. Met het hele team, het hele proces hebben gedaan. Dat is voor mij wel een mooi proces geweest. Wat was je mooiste moment? Als je me vraagt één moment te kiezen, ja, dan is het makkelijk. Want dat is uiteindelijk het moment waarop je de promotie bewerkstelligt. De mooiste momenten die ik heb meegemaakt waren toch een paar momenten. De twee goals die we maken uit bij Telstar in de play-offs. Dat we 2-0 achterkomen met een man minder. Daar hebben we de veerkracht getoond die we nodig hadden om door te komen. De penalty in de laatste minuut bij Almere uit. Waardoor ik zie dat het hele team na die gemaakte penalty van Fabian met z'n allen richting dat uitvak dendert. En daar dat gelijke spel viert. Uiteindelijk de promotie. En gedurende de hele play-offs de fantastische manier waarop de supporters het elftal gesteund hebben. En eigenlijk de hele club gesteund hebben. Dat was natuurlijk ook super. Hoe zie jij aankomend seizoen? Het is anders dan andere jaren. Als je ziet welke clubs er gepromoveerd zijn met Fortuna, met Emmen, met de Graafschap. Verwacht ik dat wij een team op de been gaan brengen wat in de Eredivisie mee gaat draaien op de plekken waar wij denk ik horen te staan. Ik denk dat we moeten leren van de promotie van 3 jaar geleden. Waardoor we een team hadden wat niet goed genoeg was toen we startten. Dus we willen eigenlijk vanaf het begin af aan een team hebben wat Eredivisie waardig is. Nou, dat is een hele uitdaging. We willen de Eredivisie ingaan voor een groot gedeelte met de ploeg die ook gepromoveerd is. Die hebben dat verdiend en hebben ook bewezen dat ze die kwaliteit in ieder geval top Eerste Divisie hebben. Aangevuld met een aantal jongens die Eredivisie kennen en kunnen doorgroeien. Nou, ik ben ervan overtuigd dat we met de technische staf ook het voetbal kunnen spelen wat in de Eredivisie gevraagd wordt. Ik denk dat dat ook een verschil is met 3 jaar terug. Dus ik heb er vertrouwen in, mits we ook nog een aantal spelers vinden die hierin passen. En goed, dat ligt nu voor. Het wordt nu moeilijker, omdat we in dezelfde vijver vissen als een heleboel andere teams. Ook een Twente, ook een Sparta, ook een Roda, NEC. Willen nu allemaal ook de spelers die wij denken in de Eredivisie te kunnen gebruiken. Dus het wordt een slag waar wij op het hoogste podium spelen. Wat een enorme plus is ten opzichte van die andere clubs. Ja, en dan daarbij denk ik dat wij ook spelers moeten zoeken die passen bij de Graafschap. We zijn natuurlijk wat dat betreft een unieke club met unieke supporters. Ik hoop dat spelers dat zien en ook de intentie hebben om dan juist voor ons te spelen. Want die spelers die zoeken wij ook.